Vandaag een antwoord op de vraag van Marjan. Marjan die ontbijt vaak met een schaaltje yoghurt, met daarin een kiwi, een appel en wat noten. Dit vindt ze een prima ontbijt en dat doet ze al een hele poos. Nu heeft Marjan onlangs gelezen dat kiwis absoluut niet gecombineerd moeten worden met yoghurt. En nadat ze dit heeft gelezen, heeft ze mij gemaild met de vraag: moet ik nu mijn kiwi weg gaan laten uit de yoghurt? Want dit ontbijt bevalt me wel goed. Want ze heeft gelezen dat de stoffen in kiwis kunnen reageren met de stoffen in de yoghurt. En dat dit niet wenselijk is. Nou, maar Jan, ik zal dit uitleggen. In yoghurt zitten eiwitten. En wat zijn eiwitten? Eiwitten zijn polypeptiden. Eiwitten bevatten een zeer ingewikkelde structuur van allerhande ketens van aminozuren. En dat zijn peptideketens. En die zijn met elkaar verkronkeld tot een eiwit. Een eiwit moet, zoals de eiwitten in yoghurt, maar ook andere voeding bevat eiwitten. Zo'n eiwit met zo'n ingewikkelde structuur, zo'n polypeptide, moet in jouw spijsverteringskanaal, moet eerst diens ingewikkelde kronkelstructuur gaan verliezen. En dat kan met behulp van het zuur aanwezig in jouw maag, met maagzuur. Dan verliest een ingewikkeld eiwit met allerlei peptideketens, verliest zijn structuur, dan gaat hij denatureren, heet dat. En dan komen die peptideketens komen vrij te liggen, beschikbaar voor eiwitsplitsende enzymen, ook wel peptidazen genoemd. In jouw maag zitten een aantal van, nou ja, niet een aantal, zit een eiwitsplitsend enzym. Want later in jouw darmen, in jouw alvleesklierstap zitten ook weer eiwitsplitsende enzymen. Want de eiwitvertering, dat wil zeggen het opknippen van die lange peptideketens die opgebouwd zijn uit verschillende aminozuren in allemaal losse kleinere ketens en vervolgens aminozuren, dat vindt stapsgewijs plaats. En de eerste stap vindt plaats met een eiwitsplitsend enzym, welke aanwezig is in jouw maag en die geactiveerd wordt door het maagzuur. Nou, en dat enzym die knipt dan bij wijze van spreken zo'n lange keten van allerhande aminozuren, dat heet een peptideketen, die knipt die op in wat kleinere delen. Nou, dat doen dus eiwitsplitsende enzymen, peptidazen. En op het moment dat zo'n binding tussen aminozuren in zo'n keten van peptides, wanneer dat wordt opgeknipt, dan komt daar vocht bij vrij. Want er komen bazen, en bazen zijn vochtaantrekkende stoffen, komen daarbij vrij, bij die splitsing. Nu is het zo dat kiwis, net als ananas trouwens, eiwitsplitsende enzymen bevatten. Wat betekent dat? Dat als jij kiwi in jouw yoghurt doet, in yoghurt zitten eiwitten, en jij zou dat een poosje laten staan, op voorwaarde daarvan, dan kunnen de eiwitsplitsende enzymen, die aanwezig zijn in kiwi en die dus ook aanwezig zijn in ananas, die kunnen de eiwitten, die lange peptideketens van die eiwitten, want die zijn in het zure milieu van yoghurt, zijn die al gedenatureerd. Dus die zijn al beter beschikbaar voor enzymen. Die kunnen die enzymen aanwezig in de kiwi, wanneer dat maar lang genoeg staat, kunnen die peptideketens gaan opknippen. En daar komt dan vocht met bazen komt daarbij vrij, waardoor die zure smaak van die yoghurt, die gaat wijzigen. Die wordt bitterder. En ook dan komt er een soort van schifting tussen de vaste structuren en het vocht in jouw yoghurt.
Dat gebeurt er wanneer jij kiwi mengt met yoghurt en je zal het een poosje laten staan. Stel jij maakt 's ochtends maak jij een smoothie van yoghurt met daar ook kiwi in en je zou die smoothie zou je mee gaan nemen. Dan kan die reactie ontstaan en dan smaakt die yoghurt smoothie smaakt opeens na een aantal uur heel anders. Dit gebeurt ook wanneer jij bijvoorbeeld een kwarktaart gaat maken met iets van kiwi of ananas. In een kwarktaart zit sowieso die eiwitten uit kwark, maar gebruik je ook vaak gelatine. En gelatine is beendermeel. En dat bevat ook eiwitstructuren. En juist die eiwitstructuur die zorgt voor die versteviging. Ga je echter een kwarktaart maken met gelatine erin, maar ook met kiwi en dus dat eiwit splitsende enzym erin, dan zal die kwarktaart zal niet goed opstijven, want die ingewikkelde eiwitten in de gelatine, die kunnen hun werking niet doen, want die raken afgebroken. Dat is de reden dat men dan benoemt, zoals jij hebt gelezen, je moet dat niet gaan mengen. Marjan. Stel, en ik heb het idee dat jij dat doet. Stel, je doet 's ochtends je yoghurt in je schaaltje, je doet je appeltje erdoor, je doet je noten erdoor en op het laatst doe jij je stukjes kiwi erdoor en je eet het meteen op. Dan heeft het niet eens de kans om die reactie plaats te laten vinden in je schaaltje. Is die reactie nog niet plaatsgevonden, dan vindt die tweedeling tussen vocht en vaste stoffen niet plaats. Vindt die bittere smaak, dus van zuur naar bitter, van die yoghurt, vindt nog niet plaats. Dus op die manier zou je dat prima kunnen combineren. Het is dus enkel dat dit benoemd wordt, dat wanneer je dat een poosje laat staan, dan heeft deze reactie opgetreden en dan vindt die tweedeling vindt plaats en dan gaat die smaak veranderen en dat is vooral niet aantrekkelijk en een kwarktaart of iets dergelijks, dat zou ook mislukken. Weet ook, stel jij zou om die reden dat je dat hebt gelezen, je moet, kiwis moet je niet combineren met yoghurt, je zou de kiwi weglaten. Dan nog vindt dit proces plaats. Want dan belandt jouw yoghurt, belandt de eiwitten in jouw yoghurt, belandt in jouw maag. En wat vertelde ik net? In jouw maag zitten eiwitsplitsende enzymen die geactiveerd worden door jouw maagzuur. En die gaan toch ook die peptideketens gaan die opknippen. Dat heet vertering. Dus wat wil dat eigenlijk zeggen wanneer jij kiwis of een kiwi gaat mengen met yoghurt en je laat het een poosje staan, dan kan deze reactie, die dus ook altijd in je maag plaatsvindt, dat heet vertering, kan al plaats hebben gevonden. Dus dan zijn die eiwitten in jouw yoghurt al een beetje verteerd, voorverteerd. En dan verandert de smaak, dus dan wordt het minder aantrekkelijk. En dan krijg je die tweedeling, dus het is niet aantrekkelijk. Maar doe je je kiwi op het laatste door, kun je prima op dezezelfde manier jouw yoghurt blijven gebruiken. Want die splitsing die moet hoe dan ook plaatsvinden. Dat heet namelijk vertering. Wat is heel nadelig voor je gezondheid wanneer de eiwitten in je yoghurt niet verteerd worden? Weet dus dat je niet hoeft te schrikken van dit bericht. Het is dus een splitsing van de eiwitten in je yoghurt. Daardoor verandert de textuur en verandert de smaak. Dus het is niet aantrekkelijk. Dus wanneer jij je mengsel van kiwi met die eiwitsplitsende enzymen en yoghurt maakt, doe dat dan vlak voor consumptie. En je moet niet gaan proberen een kwarktaart met gelatine iets te gaan maken of een pudding. Maar het mengsel maken vlak voor consumptie in het eten kan prima, want deze splitsing is niet iets waarbij wat een nadelig effect heeft op je gezondheid.